Daar zit ik dan, als een eenhandige gedrocht. Zie je wit gezicht dat ik heb en mijn zwarte hoodie met het kap over mijn kop. En dat geeft aan dat ik moe ben. En het is nu, even kijken, het is nu 00:30 s'nachts. En ik ben inderdaad moe. En ik ben nog steeds bezig met mijn lessen. Ik ben nu klaar met bezig zijn met mijn lessen. Dus ik doe mijn kap wel even af nu. Ziet er wat net vriendelijker uit. Al is dit deze opname bedoeld als podcast om naar te luisteren, niet naar te kijken. Laat ik deze ook als video in YouTube online staan. Dit is deel 3 van de podcast over leren op afstand. Deze week zit ik in Kroatië en mijn leerlingen zitten in Nederland. En ik wil dat er geen les uitvalt. Ik ben aan het experimenteren met de mogelijkheid om het principes van leren op afstand in te zetten om lesuitval op te vangen. En ook om te kijken of leerlingen daarvoor openstaan, of leerlingen zelfstandig genoeg zijn om ooit met het thema leren op afstand bezig te gaan om volgens dat principe te gaan leren. Dus niet volgens een vaststaand rooster waarbij de docent aanwezig is en controle heeft op wat jij wel of niet doet, maar dat je zelf bepaalt wanneer je wat wel en niet doet en haal je dan als leerling het juiste niveau? Dat is de grote vraag. Oké, vandaag. Ik wil het nu even in dit gedeelte podcast hebben over die vermoeidheid waar ik mee begon. De drukte. Vandaag is het een up- en down dag geweest. Het begon met een redelijk up. In die zin dat ik heb natuurlijk gisteren de lessen voor vandaag klaargezet. Groot deel lessen up, video's opgenomen. Maar ook gisteren ben ik tot in de nacht bezig geweest om dat alles klaar te zetten. Dan is het logisch dat als ik wakker word, dat ik dan denk van een soort verademing. Hé, de lessen starten, maar die starten vanzelf, want die staan klaar. Dus leerlingen die loggen in, die zien de lessen, die lopen de lessen zelfstandig door. En dan begint langzamerhand de communicatie met de leerlingen, want die kunnen dan mijn vragen toesturen. Goed, één ondervinding, één ding wat ik daarbij ontdek, dat ik het mezelf dus eigenlijk wel heel erg moeilijk maak. En de leerlingen dat ook niet in de gaten hebben. En dat maakt het extra moeilijk. Kijk, ik zet die lessen klaar, dat kost mij tijd. Dat kost mij meer tijd dan me anders tijd kost om mijn lessen in elkaar te zetten. Het is eigenlijk nog veel erger. Het voorbereiden van die lessen kost mij zeker zoveel tijd als anders de voorbereiding plus de les zelf. De les zelf die ik anders geef, aanwezig in de klas, op locatie, dat is toch meer een les ook van go with the flow. Je zit met een klas, je hebt interactie met de klas. Als ik een les voorbereid, dan overdenk ik alles wat ik zeg, al mijn uitleg. Maar in de klas overdenk ik niet alles wat ik zeg. Dan krijg je ook gewoon spontane gesprekken en interactie en dan levendig. En dan go with the flow, dat is dan veel meer aan de gang. Nou, als ik dus mijn lessen voorbereid, is dat dus niet zo. Ik ben alleen, ik zit te praten met een scherm zoals ik dat nu doe. Ik neem de lessen op. Ik moet ze publiceren, uploaden, naar YouTube aanpassen, beschrijving erbij en in lesson up klaarzetten. Moet ik linken genereren, klaarzetten en openzetten in magister. Planning, zorgen dat de leerlingen op de hoogte zijn, controleren of ze al meedoen. Ik ben eigenlijk veel meer aan het doen dan ik anders doe. In mijn vorige aflevering heb ik aangegeven dat de winst qua tijd er mogelijk uiteindelijk in zit als je dit op langere termijn zou doen. Na een jaar, na 2 jaar, dat je dan gaat zien van, hé, ik herhaal wat ik vorig jaar heb gedaan, dat staat klaar, die les heb ik toen klaargezet, daar kan ik nu weer gebruik van maken. Maar een eerste jaar, en ik denk dat dat geldt voor het hele jaar, stel dat ik dit het hele jaar door lessen op afstand zou doen, dan zouden al die lessen op afstand die je klaarzet, mij meer tijd kosten dan het voorbereiden en lesgeven op locatie. Wat ik vandaag ontdek. Even terugkomen op vandaag. Ik begon dus met een up, het idee van, oh, dat gaat wel. Dat is wel leuk, dit is te overzien. Als die leerlingen dan berichten sturen, dan is dat ook prettig. Dan denk ik, hey, ik heb nu mijn handen vrij, mijn hoofd vrij, om deze ene leerling van informatie te voorzien en te helpen in zijn voortgaan. Ondertussen zijn die andere leerlingen,
die niet contact opnemen en waar ik geen gesprek mee heb online op dat moment, die zijn, ga ik vanuit, bezig met de les of wat anders aan doen. Maar in ieder geval, ik heb me eigenlijk opgedeeld in twee gedeeltes op dat moment. Ik geef les online via de les die ik de dag ervoor heb klaargezet. En ik geef dus les of instructie of uitleg of coaching via 1-op-1 gesprekken via Teams. Maar je voelt ook wel aan, eigenlijk ben ik dubbel werk aan het doen. Nou, het is niet zo dubbel werk in die zin dat het niet zinnig is. Het is heel zinnig wat ik doe. Maar ik heb een dubbele baan, laat ik zo zeggen. Ik ben eigenlijk op dat moment heel dubbel effectief, ja. Dat is dus positief. Maar het vraagt mij in totaal veel meer tijd en energie om dit zo te doen. Tenzij ik mezelf in bescherming ga nemen. En dat is belangrijk om te doen als docent natuurlijk. Je moet, dat voor iedereen geldt dat, dat je je eigen grenzen respecteert. Het is een teken van arrogantie, vind ik altijd, als je dat niet doet. Dat lijkt wel heel erg tof dat je lekker over je grenzen heen gaat. Maar, maar respecteren van grenzen is ook een soort nederigheid, beseffen van, je bent maar een zwak, zielig mensje zo. Je kunt niet alles. Doe even normaal. Eventjes pas op de plaats. Laat wat lager leggen. En dat merk ik, de opdracht aan mezelf hierin. Ik kan helemaal losgaan. En zoals nu weer tot midden in de nacht bezig gaan om lessen klaar te zetten. Morgen wakker worden, denken van, oh, dat valt wel mee. Dan komen die leerlingen binnendruppelen. En uiteindelijk in de middag komt dat toch wel die vermoeidheid en ook de frustratie, dat ik denk van verdikke me, heb ik zo al die lessen klaargezet en komen die leerling toch nog met allemaal vragen, terwijl je nou, in een gezonde situatie als docent, als ik er blij ben, dat leerlingen natuurlijk, met vragen komen. Maar nu is het blijkbaar, bij mij bleek het, voelde ik dat het tot een soort frustratie leidde, dat ik denk van, hé, hoe kan je nu nog al die vragen hebben? Ik heb dat toch al uitgelegd in die video. Kijk die video dan nog maar eens een keer na. Ik denk van, ja, nee, in de klas zou ik die frustratie ook niet hebben. Ja, heb ik ook wel eens hoor. Maar dat ik dingen uitleg en dan direct een minuut erna krijg, meneer. Ik leg uit hoeveel 2 plus 3 is zo. En dan zeg ik, dat is 5 tegenwoordig. En dan zeggen ze daarna direct, nou, hoeveel is 2 plus 3, meneer? Nou ja, goed, dat is dus een flauw voorbeeld. Maar maar ik merkte nu was dat in relatie tot het leren op afstand, de frustratie dat ik er zoveel in tijd heb gestoken om het klaar te zetten. En dat ik dat dan minder goed kan hebben, dat ik nogmaals zoveel tijd nodig heb om ook in de reguliere lestijd opnieuw met uitleg instructie te komen. En het is niet fout, maar op termijn is het niet vol te houden. En dus dat is pas op de plaats, dat is, zijn bellen die gaan rinkelen bij me. Uiteindelijk is het dan niet leuk. Als het je het gewoon te veel kost, is het niet leuk meer. Dat is het. En dus met leren op afstand moeten we daarmee oppassen. En hoe daar dan juist mee om te gaan, hoe leg je die lat lager, hoe doe je die pas op de plaats, dan denk ik misschien niet al die lessen dat je ingeroosterd staan bij magister, niet zeggen van, oh dan ben ik beschikbaar voor overleg, want dan zou je die tijd moeten besteden aan het voorbereiden van de lessen van de volgende dag. Dat zou eerlijk zijn. En alleen beperkte tijd beschikbaar zijn voor vragen of bijvoorbeeld leerlingen vragen van hun vragen in te dienen via een berichtje, Teams of e-mail. En dat je dan op jouw tijd bepaalt wanneer je daar weer op ingaat. Nou, dan laat ik het behouden, want ik wil deze podcast binnen de 10 minuten afronden. Ik vind het leuk als je luistert. Zie uit naar een nieuwe aflevering. Laat ook anderen even weten dat ik deze podcast maak. En dat we samen kunnen meedenken over onderwijsprincipes die wel en die ook niet werken. Doei!